It's concrete. SOS, stories of slavery, Exodus, yeah, check me. What up, man? Ik ben Concrete. D-Sun, so, SOS, stories of slavery, streets organized soldiers, schooling ourselves, streets of standing systems. So it's like, you know, but for us, man. Let's be that D-Sun shit, SOS, what? Durf ik niet te zeggen, man. Laat me zeggen, in ieder geval genoeg tracks, hoor. We hebben wel een promo gedropt. Ja. Met 10 tracks of zo. Het was gewoon een weggevertje, zeg maar. Het was gewoon tracks die we het afgelopen jaar hadden opgenomen. Waarvan we zoiets hadden van, ja, het is wel dope, maar niet voor het album. Dus hebben we dat gewoon weggegeven. En nu zijn we gewoon bezig met onze... Met onze shit, met Exodus shit, met D-Sun Solo shit. Dus ja, we doen van alles niet, man. Dit jaar horen jullie zeker wel van ons. If you think this shit is a joke, you got the wrong information. This shit reality out on the streets, no holidays, no vacation. Ain't nothing fly, but still I'm bugged, so fuck a conversation. Separate the real from the fake, the love from the hate. Me and my soldiers and the means of the state. We talking to the cops like Bush is a dime and a date. D-Sun is nu meer bezig met zijn solo shit. D-Day, let me out the shit. En ja, daarna ja, wordt het denk ik toch wel tijd voor... De SOS. Ja. Grote stap. Dus ik denk zo misschien begin volgend jaar. Of tenminste, ik ga niet zomaar dingen zeggen. Maar tegen die tijd zou je wel iets kunnen verwachten, denk ik. They say there's no more slavery today. There's no whips, no grits, no slave ships and no rusty chains. Still I say, brothers is chained. And the only way to make a difference is to make a change now. Het gaat eigenlijk over van alles. Het gaat wel veel, in ieder geval gaat het wel over meer serieuzere onderwerpen zoals, ja, sowieso, we zijn allebei van Caverische afkomst. Dus we hebben het over de struggle van een familie die hier zo woont. Die zegt mij Caverde, ja, wij zijn hier dan wel geboren, maar onze ouders komen nog gewoon rechtstreeks van de Caverische eilanden. Dus die switch, hoe je hier leeft, hoe je daar leeft, onderwerp zoals ja, regering, politiek, dingen waarover je niet eens bent natuurlijk, maar ook gewoon normale dingen als een feestje of een biertje drinken of zo. Exodus, this be the movement, straight out of Rotterdam, the prophets, time to rise. Huh? Jullie zijn neven, wanneer zijn jullie samen, wie pakt het eerst de mic op eigenlijk voor jullie twee? Laat ik het zo zeggen. Ik. Ja? Ja. Maar ja, maar wanneer dat was bedoel je? Ja. Zo, dat was toen 13 jaar, weet ik nog. Was mijn eerste optreden, was hij daar. Zeg maar. Nou, hij heeft mij weer geïnspireerd. Ja, vandaar. Het was hij, zeg maar. Of tenminste, ik weet niet als dat... Maar ik weet nog dat hij toen nog niet bezig was, zeg maar, echt aan de mic. Ik deed nog optredentjes en shit. Bas de Rijms nadoen. Meer rappers in de familie trouwens? Of meer ja, mensen met ja? Bekende mensen ook? Ja, nee, niet echt een. Ja, Heineken, fuck Heineken. Ja, Heineken dan nu. Heineken is mijn broertje toch? Ja. En ja, hij is nu wel. Ja, hij komt wel op eigenlijk, ja. Nederlandstalig. On the mission, messing with my fortune, I'm a drop a politician. They keep inventing laws, keep on bitching. Look at it, man, salutatorial system, they get whatever they wishing. Brutalism, ruling, civilization is missing. They can't change the world, they never been broke, they never knew dirt. SOS, GMB van Dutch Conspiracy, Eject, ook voor de Rotterdamse mensen, ook al gewoon de naam. En DJ Styles. Dus ja, daar zijn we nu ook mee bezig en sowieso zijn er nog meer projecten bezig. Maar eigenlijk kunnen we daar niet al te veel over klappen. Alleen maar dat mensen gewoon moeten opletten over wat gaat gebeuren. Van Rotterdam West tot Zuid tot Noord tot Oost eigenlijk wel. Wakker blijven. En dat hele collectief gaat dan nog onder één naam opereren? Ja, dat is wel de bedoeling. We zijn nog aan het kijken. In ieder geval deze collectief dan. Deze kamp vanuit hier, dat is dus gewoon wat hij net zegt.
GMB, DJ Styles, EJ, Eject en SOS dus. En wij heten dan samen Exodus. Maar zeg maar met die andere mensen erbij dus. Daar hebben we nog niet echt een naam voor. Maar wij zijn ook dan meer de Engelstalige vertegenwoordigers. Oh. Dus ja, gaat wel leuke shit aan komen. Zeker leuke shit. En die deed natuurlijk. Ah. My name is Addison, I used to sit back and hang around with the OGs. We used to share drugs, and behind closed doors they did stick-ups. They used to share guns with the black mask and black boots. I could have easily went for that room, but fell in love with them cowboy boots. Started chopping up a real samples, my third eye spots, spots, yeah, I got it in my temple. Now, wanneer D-Day is... yeah, wanneer D-Day is... Is die day, ik heb wel nog een heleboel werk. Nou, een heleboel eigenlijk niet eens zoveel werk. Maar Wordt het echt een album? Wordt het een EP? Ja, het wordt een EP. Er staan rond de 9 nummers op. Dus toch wel dat je een 35, 40 minuten gewoon kan doorluisteren in ieder geval. My story tells a tale of living in a rotten cell. And you ain't gotta see me on the TV. I'ma do it like the Bible, spreading truth with my EP. And I'ma reach worldwide with my words. It's D-Day, ignorant ones is getting burned. This is D-Day, ignorant ones is getting tortured. You can't front on the life of a soul. This is D-Day, y'all let him run, I'm coming out. This is the time of war, spoken out of my mouth. Bravo, zwaar dat iets, Caferische eilanden, misschien weten de mensen, een heleboel mensen in Nederland weten misschien nog niet eens wie of waar een kabel komt. Nou, ga je met die ding in ieder geval wel weten wie onze grote held is. Wat bij ons allemaal belangrijk is, zeg maar. Ik hou evenveel van mijn roots als dat ik van hiphop hou. Hiphop heeft hele grote rol in mijn leven gehad. Echt nog steeds en vanaf jongs af aan. Dus ik kan niet, het gaat niet zo zijn dat dat naar voren wordt gebracht, maar het is... Qua sound gewoon leuk, lekker. Nee, is gewoon... Misschien vieze sounds. Hele vieze sounds. Mensen snappen het misschien niet. En gaan snel denken van, ja, die sample shit, bla. Maar het is gewoon mijn visie van hiphop. Van echt basement hiphop waar platen worden weggegooid. I know my whole black niggas got it, got it. Cause this a time when the prophets do speak. I let my turban fuck urban, man, I'm rapping for the streets. With my rebel mentality, yeah, I'm rapping for my beats. Ik hou ervan om naar een concert te gaan waar ik kan slammen. Iedereen, iedereen die naar optredens gaat, ziet mij ook wel eens gewoon meeslammen. Wel eens, altijd gewoon meeslammen, omdat dat is voor mij gewoon hiphop. Ja. Moet ook kunnen, moet ook kunnen. Ja, oké, dat is zo iemand, maar op een rock ga je bijvoorbeeld ook niet gewoon zo staan van, hey, weet je, die rockers gaan ook echt los. Daar zullen ook wel mensen tussen staan die gewoon, ja, niet iedereen gaat helemaal lauw. Als je rustig gewoon chillt en je zit ook in je zoon, ja, is ook hiphop. Is niet dat je dan minder hiphop bent, omdat iemand anders helemaal staat te slammen of zo, je weet toch. Is gewoon hoe je het zelf ervaart, hoe je het zelf voelt, vind ik. Never walk through the hood, not immune in the voice that's trying to be heard. I stay alert, cause shit is real, and real recognize real, for real, for real. Concrete, what? Brah. Ho, brah. Wat was de belangrijkste reden dat jullie nu een soort kamp hebben gevormd? Dat gewoon puur van, nou, onze shit ligt dicht bij elkaar, dus we gaan samen dingen doen? Of is er een ander doel? Boys. E-Jack, GMB en zo. We kennen ze al langer, zeg maar. Het is niet dat we nu opeens zoiets hadden van, hey, kom, we gaan samen dingen doen. We hadden al samen tracks bijvoorbeeld. Maar dit is nu echt meer, ook omdat we samen hierin zijn gegaan, weet je, in dit huis, zeg maar. Dus ja, was het gelijk van, ja, als we dan toch allemaal daar zitten, laten we dan ook gewoon samen dingen doen. Zo is het eigenlijk meer ontstaan. En dat is nu eigenlijk, ja, waar we mee bezig zijn hier, weet je. En we hebben gewoon, ja, we zijn allemaal broers van elkaar, zeg maar. Dan kunnen we het net zo goed allemaal samen doen. En samen nog meer exposure krijgen, want EJack's mensen gaan naar ons luisteren. Onze mensen gaan naar EJack luisteren, die gaan weer naar GMB luisteren. Die luisteren weer naar wat Styles doet. Dus ja, we hebben gewoon allemaal elkaar. En dat hoort eigenlijk ook met hip-hop, weet je.
Let me explain. The slave master of the day took the same chain, put it in the brain now. Make you think life's a game. They entertain, enter the brain and train the youths to go astray. They all wicked. They making black man run around back and forth like this is cricket. The preacher man tries to sell you a ticket to a so-called better land he'd never visit. It's suspicious. The highest man wants to be the richest. Literally on Sunday you pay the church a visit. I'm not witness. We don't even own the ground of where we live in. And then they take the money, the Roman keep building. While most of my people have jobs that be mind killing. Even me, I'm doing this and doing that. Coming home at 6 and then I take a long nap. Bijvoorbeeld, ik heb het over dit. Mijn neef, die komt geen strijd. Die komt in Frankrijk. Die komt uit Frankrijk en die is gisteren. En dus ik zit op mijn computer naar Booba te checken. Franse rap. En hij zegt tegen mij, ja, hij is wel beter dan die Nederlandse shit van jullie, hè. Net, wat zegt hij nou, eigenlijk moet ik geen eens namen noemen, weet je. In ieder geval houdt ze van feesten. Begrijp je? En hij zegt ook zo van, wat dat, is dat jullie hiphop? En dat is het eigenlijk helemaal niet. Mensen van buitenaf denken, krijgen het beeld van wat op de box en shit is. En TMF en op de radio, dat die hiphop is. Maar dat is gewoon urban, man. Dat hoort niet eens bij hiphop, joh. Dat is een hele andere tory. Dat is gewoon een aftreksel. Gewoon net zoals alles. Grote broeken gingen ze opeens grote broeken maken. Van grote pet gaan ze opeens grote petten maken. Begrijp je?